Vandaag zijn we op bezoek bij Gerry Liescher van de Participatieraad te Beverwijk. We zullen een gesprek voeren over de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Beverwijk. Mijn vraag is, Gerry, is de mogelijkheid er dat de gemeente Beverwijk daar iets mee kan doen? Ik kan natuurlijk niet echt spreken vanuit de gemeente. Wat wij als participatieraad proberen te beïnvloeden, is door ervaringen van de burgers mee te nemen naar de ambtenaren toe, zodat zij bij nieuw te ontwikkelen plannen daar rekening mee kunnen houden. Ik ben helaas zelf in een rolstoel terechtgekomen tijdelijk en ik heb daardoor de ervaring opgedaan dat het heel erg zwaar is. En dat de opritten van de ene kant naar de andere kant van de straat zwaar is om daar tegenop te klauteren of te klimmen of te rollen. Ik denk dat daar toch wel eens even naar gekeken mag worden door de gemeente. We proberen daar wel een beetje invloed op uit te oefenen. Het mooiste zou zijn als iemand, ervaringsdeskundige dan, mee kan lopen met een projectleider om de nieuwe wegen, de nieuwe stoepen, de afritjes mee te helpen, te bedenken, te ontwikkelen en dat ze daar dan mee verder gaan. De containers, onder andere bij de Wijkerbaan hier zo in de buurt, waar je je glas, je papier, je kranten, je plastic in moet dumpen. Die zo gesteld zijn dat je met je rollator of met je booster of wat ook er moeilijk bij kan. Met gevolg dat je met je wielen tussen de richels in zit en daar eigenlijk bijna uitvalt. Dat is dan echt een voorbeeldje wat ook gebeurd is, of tenminste wat is ontstaan, doordat er geen ervaringsdeskundige mensen bij de ontwikkeling van de plaatsen van de afvalbakken is geweest. Dat vind ik wel erg zorgelijk. Dus ja. Ik vind het wel heel belangrijk dat dit dan eens een keer goed ter sprake komt. Ja. Er zijn platformen die dus al jaren daarmee bezig zijn. Ik denk wel dat de gemeente nu iets eenvoudiger of losser met ons omgaat. Meer luistert. Dat merken we ook bijvoorbeeld aan een baan die op het strand is gelegd. Dat hebben we aangegeven. Van nou, dat is heel belangrijk voor mensen in een rolstoel, ook die in Heliomar zijn. Mm-hmm. En daar is vorig jaar dan een baan naar de zee toegelegd. Dus ze beginnen wel te luisteren. Dan moet ik ook wel zeggen, ik doe dit werk nog een beetje 20 jaar als vrijwilliger. Er zijn weinig mensen die zich inzetten op het gebied van toegankelijkheid. En dat is wel heel jammer. Je hebt best ook wel mensen nodig die dus bij wijze van spreken kleine groepjes vormen en allemaal een item nemen. Bijvoorbeeld één openbare gebouwen, de andere de wegen, noem het maar op. Waardoor je met z'n allen een draagvlak hebt. Maar die mensen zijn gewoon heel, heel moeilijk te vinden. Mensen die willen iets doen op korte termijn, of tenminste wat niet zo lang duurt. Dus minder dan een jaar, dus kleine projecten. Maar ik denk als je het op voorhand kan oplossen door mee te praten met de ontwikkelaar, dan bespaar je kosten. Vanuit de participatieraad gaan we starten zometeen om te kijken of we mensen kunnen mobiliseren. Wat ik al zei, in allerlei groepjes die dus mee kunnen helpen, mee kunnen denken. Ja. En ze kunnen zich aanmelden via een e-mailadres. info@participatieraadbeverwijk.nl. Ali, wat is jouw functie bij de gemeente Beverwijk? Mijn naam is Ali Bout en ik ben raadslid namens Samenlokaal bij de gemeente Beverwijk. Wat gebeurt er in de raad met dit thema waar we het nu over hebben? Nou, als het gaat om de integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte, is het niet zo dat het altijd een thema is dat op de raadsagenda staat. Maar bij verschillende politieke partijen en binnen de gemeente heeft het wel de aandacht. Net als wat mevrouw Liescher net zei, vanuit de participatieraad bijvoorbeeld, die is opgezet onder andere om ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid in de stad wordt gewaarborgd. Maar dat lukt, zoals jullie alle twee ervaren, nog niet altijd heel erg goed. Wat doet jouw partij hieraan? Als het gaat om toegankelijkheid van de openbare ruimte, vinden we het heel erg belangrijk dat er de volle aandacht voor is. En zoals jullie zelf hebben ervaren, is het vaak zo dat mensen eerst zelf moeten ervaren dat er iets mis is. Mm-hmm. Voordat ze eigenlijk op de bres willen springen om ervoor te zorgen dat er iets gebeurt in de openbare ruimte. En de bewustwording komt langzamerhand op gang, maar die is er nog niet helemaal. Als voorbeeld de blinde geleidestrook, die loopt vanaf de Breestraat richting het station.
En mensen die geen fysieke beperking hebben, die denken daar niet bij na. Die zetten hun fiets op de blinde geleidestrook en die rennen dan naar de trein. En die denken dan niet van, oh, mijn fiets staat op die blinde geleidestrook, dus waarschijnlijk kan iemand nu niet het station optimaal bereiken. Dus het is een stukje bewustwording die moet worden gecreëerd, maar ook een stukje beleid vanuit de gemeente inderdaad, dat we ervoor zorgen dat die blinde geleidestrook vrij blijft. Een tijdje geleden hebben we daar als Samenlokaal zijn een motie voor ingediend en uiteindelijk heeft de burgemeester ervoor gezorgd dat er beter wordt gecontroleerd op het weghalen van de fietsen. Het integraal toegankelijk maken van de stad, dat moet ook stap voor stap gebeuren, want we kunnen natuurlijk niet de hele stad in één keer integraal toegankelijk maken. We moeten kijken bij nieuwe projecten, wat kunnen we doen, wat kunnen we betekenen voor de mensen met een fysieke beperking en hoe kunnen we die betrekken in het inrichten van de nieuwe openbare ruimte. Wat me wel een beetje verbaast is dat ik denk van zijn ze daar niet een beetje erg laat mee? Ik ben zelf van mening dat iets nooit te laat is, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we er rekening mee houden en dat we die doelgroep betrekken bij projecten. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van landgoed Adrichem bijvoorbeeld wordt heringericht. Hoe belangrijk is het dat dat park voor iedereen toegankelijk is? En hoe belangrijk is het daarom dat de participatieraad of dat er een groep mensen die een fysieke beperking hebben en altijd in een rolstoel moeten zitten, dat die ook gebruik kunnen maken op een optimale manier van dat park? Dus het is heel erg belangrijk dat in dit participatietraject mensen zitten die ervaring hebben met het zitten in een rolstoel of het gebruik maken van een rollator. Eigenlijk zou ik zeggen, ik doe dan bij deze een oproep aan oudere mensen die met bepaalde problemen zitten, dat zij ook zich aanmelden bij de participatieraad om mee te praten, om met oplossingen te komen. Dat zou voor iedereen beter zijn. Ja, nou ja, enerzijds is het de bewustwording vanuit de gemeente dat bepaalde doelgroepen ook moeten worden betrokken bij participatietrajecten. We hebben natuurlijk een goed functionerende participatieraad. Die geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Beverwijk. En het is natuurlijk aan de gemeente Beverwijk om dat advies te harte te nemen en ook uit te voeren. En zoals mevrouw Liescher net al aangaf, is het de bedoeling dat er groepjes worden gevormd, zodat er meerdere mensen zijn die kunnen meedenken. Of eigenlijk een pool kan worden gerealiseerd van mensen die kunnen worden ingezet als participatietrajecten worden gestart, zodat er voldoende mensen zijn die deel kunnen nemen aan dat soort trajecten.